Sinds enkele jaren staat er steeds meer spanning op mijn huwelijk. Er is van alle kanten hard gewerkt om dat op te lossen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Als gevolg daarvan klopt de balans tussen werk en privé niet meer. Jan Verlaver is hier, u hoorde hem al, hij is onze commentator van vandaag. Nou, je stelling bij het nieuws zei je net al, hè? Elbert Dijkgraaf is de prijzen. Hoezo? Zeker. Omdat ik denk dat veel meer mensen meer aandacht zouden moeten besteden aan hun gezin. Ik zat vandaag te denken, stel dat alle Kamerleden die het moeilijk hebben in hun huwelijk, dat die allemaal hetzelfde zouden doen als Dijkgraaf. Nou ja, misschien dat je op een andere manier invulling kan gaan geven aan je Kamerlidmaatschap. Er zijn een hele hoop mensen die hebben een tijdelijk appartement in Den Haag en die blijven daar dan. En dat gaat natuurlijk ten koste uiteindelijk van je gezin, want je ziet je vrouw en kinderen niet. Je hebt er zelf gewerkt, dus je weet hoe het gaat daar. Ja, en ik ging elke avond naar huis toe, mede vanwege het feit dat ik graag mijn kinderen naar bed bracht en ze ook graag uit bed zag komen en ook mijn vrouw graag zou zien. Ja, en is het lastig om daar je privéleven goed te onderhouden met die baan? Ja, het is heel erg moeilijk, omdat het natuurlijk niet stopt. Het gaat eigenlijk 24 uur per dag door. Je hebt debatten die soms tot diep in de nacht duren. Dus het is ook echt een offer eigenlijk wat je brengt. Maar je kunt het natuurlijk op zo'n manier vormgeven dat je gezin er zo min mogelijk onder leidt. Alleen bij kleine fracties, zoals bijvoorbeeld de SGP... 3 zetels. Ja, is dat natuurlijk veel moeilijker dan wanneer je bij een grote partij zit, zoals bijvoorbeeld de VVD, waar de posten over veel meer mensen verdeeld kunnen worden. Dus ook de werkdruk. Ja, wordt er relatief veel gescheiden onder Tweede Kamerleden? Heel erg veel, ja. Ja. En je ziet ook veel relatieproblemen. Misschien eindigt die dan hopelijk niet in een scheiding. Maar ja, het legt een enorme druk op het gezin. Ja, opmerkelijk ook. Het wetenschappelijk bureau van de SGP had gisteren een bijeenkomst met een andere conservatief-christelijke organisatie. Met als boodschap, geef gezin dezelfde aandacht als het klimaat. Nou weet ik van jou dat je niet al te veel aandacht wil geven aan het klimaat. Maar hier was je het wel mee eens? Ja, zeker. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Kijk, het uiteindelijke fundament, en dat klinkt misschien een beetje CDA-achtig, is natuurlijk... Je mag vrij uitspreken, je mag jezelf zijn. Het schijnt dat gezin, dat vormt nog steeds de hoeksteen van onze samenleving. Op welke manier? Nou ja, het is de meest primaire samenlevingsvorm waarin zeker kinderen worden grootgebracht. En als je dat, verwaarloost of je steekt daar niet genoeg aandacht en tijd in, dan heeft dat op lange termijn ook consequenties. Ik merk dat ook in de omgeving van mijn eigen kinderen. Ik heb dan een aantal vriendjes en vriendinnetjes in de omgeving van deze kinderen die dan 's ochtends gebracht worden naar de voorschoolse opvang. Ze blijven over op school en daarna gaan ze naar de naschoolse opvang. En die worden dan opgehaald door papa en mama naar bed gebracht. En de volgende dag is dat hetzelfde. En een letterlijke quote van een van die kinderen was: ik zie papa en mama eigenlijk alleen maar als ze me wegbrengen. Ai. Nou, dat is heel verdrietig. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus zeg jij, geef meer aandacht aan het gezin zoals Dijkgraaf gaat doen. En dat zouden veel meer mensen moeten doen. Absoluut. Ja. Ja. Meneer Jansen, u bent eigenaar van De Test Psycholoog. We gaan zo ook met u praten over onderwijs. Hoe luistert u naar het betoog van Joram? Nou, ik sta daar iets anders in. Ik ben erg voorstander van voor- en naschoolsopvang. Want waarom? Ik denk dat het heel veelzijdigheid van ontwikkeling ten goede komt. Maar daardoor komt dan wel bij dat ik natuurlijk ook voorstander ben van veel aandacht voor ouders en kinderen. Oké, gelukkig. Ja. Er zijn talloze onderzoeken natuurlijk geweest. Hè, ook naar of het nu positief of negatief effect heeft. En dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Alleen wat je natuurlijk wel weet, want als je kijkt naar zo'n kinderopvang, dan zie je natuurlijk dat daar meerdere kinderen zitten, soms wel 30. En dat er 2 mensen zitten die 30 kinderen aandacht moeten geven. En als je dan thuis bent en je bent gewoon bij papa, mama of misschien oma, tante, wat dan ook, dan heb je 1-op-1 aandacht. Misschien 2 of 3 met broertjes en zusjes. Dus de intensiviteit van de aandacht voor zo'n kind is natuurlijk vele malen groter buiten die schoolse opvang. Ja, zeker. En ik denk dat dat beter is. Ja, en hij denkt dat het beter is, dat denkt u niet? Nee, ik denk niet dat het beter is. Ja, wat ik net zei, ik denk dat de veelzijdigheid heel erg in het belang is van de ontwikkeling van het kind. Ik zie ook dat kinderen die niet naar voorschoolse opvang gaan en wat eerder een achterstand oplopen. Dat er hele grote groepen zijn die juist baat zouden hebben met preschoolse educatie. Ja, het gaat voornamelijk om achterstandsgroepen. Want als ik kijk naar mijn eigen gezin, of bijvoorbeeld naar mezelf, ik heb ook geen voorschoolse opvang gehad. Ik heb ook netjes gewoon mijn VWO gedaan, universitaire opleiding afgerond. En dat geldt eigenlijk voor bijna mijn hele directe omgeving, die allemaal geen voorschoolse opvang hebben gehad. Helaas zijn die groepen erg groot. Die achterstandsgroepen, zeg je. Ja, en daar zou je anders over nadenken. Ik denk dat de kinderen van hoogopgeleide ouders uiteindelijk toch wel beter af zijn. En dat juist die achterstandsgroepen meer aandacht verdienen. Oké, dat is weer een ander debat. Gaan we een andere keer doen. Dank voor nu.